1, 2, 3, 4. Ja, welkom bij deze Bruinse Hutspot. Ja, dit kennen we natuurlijk wel allemaal. Give Peace a Chance van de Plastic Ono Band. Oftewel John Lennon en zijn vrouw Yoko Ono. Ja, met wie ik nooit iets heb gehad. Met John Lennon wel. Maar Yoko Ono vond ik altijd zo... Ja, net als die vrouw van die toetsenist van Paul McCartney, die vrouw. Die Linda. Dat vond ik ook wel een beetje zo'n aandacht trekken. Yoko Ono, idem dito. Maar Marcel Gootjes. Vorige week hadden we in Brani de primeur. Want de Schiedamse zoon van cartoonist Theo Gootjes. We kennen hem nog. Ja, natuurlijk kennen we hem nog uit Rotterdam Dagblad en het Vrije Volk. Hoe zou het met Theo zijn? Gaan we binnenkort weer eens even langs. Maar Marcel die wil volgend jaar 40 jaar na dato in bed kruipen in het Amsterdamse Hilton om de Love and Peace actie van Yoko en John over te doen. Dan heeft hij al een weekje geboekt bij het Hilton. En nou is er een kink in de kabel gekomen. We hebben straks het laatste nieuws. Maar laten we eerst maar eens even gaan luisteren naar Jack Kerklaan, die vanochtend vroeg even bij de bebaarde, de langharige Schiedammer langs ging om niet tussen de klamme lappen een gesprek op te nemen. Maar we gaan... We gaan eens even gewoon een stukje buiten de slaapkamer staan, denk ik. Jack Kerklaan. Marcel Gootjes, Hilton heeft gereageerd. Afwijzend. Kamer 902 is niet door jou te boeken voor de bed in. Daar ben je over gepikeerd? Ja, nogal, ja. Ik bedoel, als een hotel zegt het mag niet, dan moet je dat maar accepteren natuurlijk. Ze zijn zelf met allerlei voorbereidingen bezig. Willen ze ons doen geloven? Dat vind ik heel vreemd. Je ziet het. Grote concern, hè? Kan je nooit van winnen, man. Gevalletje, pikkerij, plagiaat. Hoe je het verder ook noemen wilt. Ik kom met deze actie, en ik wil dat graag daar doen in die week. In alle communicatie die daarop gevolgd is met het Hilton, is er alleen maar gezegd dat ze niet willen meewerken aan een PR-stunt. Want je doet het uiteindelijk voor het goede doel. Een nader te bepalen goede doel. Daar zijn we nog over aan het kwakkelen met z'n allen hier zo, als ter voorbereiding natuurlijk. Want alles is op voorbereiding. En nu komt er ineens een communiqué dat ik mag gaan liggen al elke week die ik wil in het Hilton. Maar ja, niet die week. Vreemd. Niet de 25e tot eind maart. Nee, dat mag ineens niet. Daar zijn ze zelf al wat mee van plan. Robert Wagner, de directeur van de Hilton, goede bekende hier in Rotterdamse, altijd wel in was voor een geintje. Dat is in de communicatie niet gebleken. En eigenlijk, als je dat zou lezen, dan zou je denken van nou, er is ook geen communicatie meer mogelijk. Maar ja, dan heb je mij. Als ik me ergens in vastbijt, dan blijf ik volhouden. De pitbullmug in je is ontwaakt. Bus, bus. Dus je gaat nog in conclaaf met ze om desnoods een veldbedje in de hal voor kamer 902 geplaceerd te krijgen. Een dubbel luchtbed desnoods, samen met je Yoko? Ja. Ze zijn nog niet van je af. Je laat je niet zo afwimpelen. Nee. Nu verwacht ik dus dat als ik nu contact zoek met de Hilton in Amsterdam, dat ik in ieder geval uitgenodigd word om mijn plan uiteen te zetten daar en hoe we dat dan gaan doen. In samenhang? Is tuurlijk. Maar dat wilde ik al vanaf het begin. Is er al een Yoko? Want er moest een lookalike Yoko nog worden gevonden vorige week. Hebben ze zich al kandidaten aangemeld? De Yoko die ik in mijn hoofd had, die heeft helaas gezegd, daar doe ik niet aan mee. Want? Nou, dat is logisch. Natuurlijk alle aandacht. Je eigen vrouw komt niet aan aanmerking? Daar hoeft ook alle heisa niet voor? Nee, die wil ook alle heisa niet. Ze vindt het een fantastisch idee, maar om daar zelf aan mee te doen is niks. En de 11.000 euro die ervoor nodig was? Is daar al iets van binnen? Ja, daar maak ik me dus helemaal niet druk om. Want als ik voor een goed doel lig, en dus een fantastisch goed doel, verwacht ik dat mensen gaan doneren. En dat ik wel minstens wat opzij mag leggen om dan mijn verblijf te kunnen bekostigen. Ga je nu de oorlog verklaren aan Hilton, aan Robert Wagner en consorten? Nou ja, je moet goed begrijpen dat ik wel een beetje verbaasd ben natuurlijk over het feit dat ze ineens zelf wat voor plan zijn ermee. Maar oorlog voeren zal ik nooit doen. Dan zou de boodschap ook helemaal naar de Filistijnen zijn. Nee, voor jou is het altijd love and peace in de onderbroek. Oh, desnoods, ja. Maar misschien in de week aanlopend of de week daarna iets organiseren? Ja, dat zou ook. Doet afbreuk natuurlijk aan het idee, of niet? Nou ja, het ligt natuurlijk aan weer, wat zijn zij dan van plan met die week? Als zij een hele tof iets hebben en valt mijn actie weer in het niet, ja, dan ga ik niet de week daarna of ervoor liggen. Dan heeft mijn actie ook geen zin. Want het is alweer 4 decennia na dato en hij is uiteindelijk maar 40 geworden ook. Dus het zou in die week moeten gebeuren, want anders is het een scheet in een netje, is het een wassen neus. Ik vind het gewoon vreemd dat als ik die kamer boek in die week en ik krijg een bevestiging en dan komt na de communicatie en ze zijn het niet mee eens, zij annuleren mijn kamer, dan is er weer contact met ze en dan mag ik ineens wel gaan leren in een andere week. Nou, dat riekt toch naar malversaties. Valt dat nog juridisch aan te pakken eventueel? Voert dat te ver? Ik zou wel, ik heb wel een advocaatje, maar ik bedoel, dat zijn dan weer kosten gaan we dan maken om proberen te winnen van het Hilton. Nou, je weet, het Hilton is veel te groot voor Marcel. Misschien bij Paris een beetje gaan inliggen.
Ja. Maar ja, ik vind haar een beetje te dun. En je vrouw zal dat ongetwijfeld niet accorderen. En ik heb je net uit het bedje gehaald waar je alvast een weinig aan het inliggen bent. Daar ga je nu naar terug? Of hebben we je daar tevreden voor uit je slaap gewekt? Ik ga nu eerst een heel lekkere bak koffie doen. En dan douchen. En dan weer verder met mijn vakantie. En dan je nader beraden op eventuele stappen. Ja. Je laat je niet uit het bed zeker veld slaan. Nooit. Ja, Hadje Kerklaan, dan zit je dan met je goede gedrag. Dit was eerder vandaag opgenomen. We hebben vanochtend in Rijnmond Nu, de ochtendeditie, al een stuk gehoord. Maar het laatste nieuws, want jij hebt contact gehad met Hilton in Amsterdam. En... Ja, als je gaat beraden op stappen, volgens mij start je met een zekere bedoeling andere nummers ook in. Dat wil niet zeggen dat hij inderdaad helemaal brood gaat navolgen. Nee. Dat was niet de bedoeling, denk ik. Nee. Hij wil John Lennon gaan aandoen in bed met een Yoko Ono. Dus de bed in. Een beetje Chinees getinte dames kunnen nu bellen. Wat is je 06? Nee, die van. Dan gaan we wel corresponderen, denk okay. ik. Brani@rijnmond.nl. We gaan inderdaad maar... zorgen dat we contact gaan leggen met onze Marcel Gootjes. Gaat het nou door? Uiteindelijk dacht Marcel dat Hilton sliep uit, zei tegen ze. Uh-huh. Tegen het idee en tegen Yoko Ono. Maar het gaat toch door, waarschijnlijk. Oh. Althans, er is een toenadering gezocht door meneer Nagelkerken, woordvoerder van Hilton. En die zegt van nou, we moeten het allemaal niet op het spits gaan lopen drijven. We gaan eens eventjes met Marcel Gootjes na de vakantie, deze vakantie dan, die we nu aan het doorleven zijn, gaan we contact opnemen en dan komen we er samen uit. Misschien een optredentje of wat dan ook. Of misschien mag hij er toch wel gaan liggen. Dat de Fab 5 in Hilton gaat spelen. Misschien komen er allemaal lookalikes of wordt er nog een hele wedstrijd aan verbonden. Dus dat gaan we allemaal tot op de naad volgen. En dan gaan we in ieder geval dat wel ook met Brani volgen natuurlijk. Dan ga je gewoon een week tussenin liggen. Nou, is dat niet erbij. Ik ben niet zo'n bedlegerig type hoor. Ik kan er helemaal niet tegen. Ik slaap al vier uur te lang per nacht. Ja? Vind ik wel. Je slaapt 3 uur. Nou, dat hoop ik wel. Maar dan stort ik wel in. Maar als ik inderdaad 24 uur per dag door zou kunnen, zou ik er niet echt een tegenstander van zijn. Ik slaap wel uit als ik dood ben. Ja, hey Ilse, zou jij in de rol van Yoko Ono willen kruipen door een week in bed te liggen met een man? Nee, ook. Nee. Want? Allergisch. Voor wat? Voor wol. Voor wol? Voor bedplassers. Moet toch wat zeggen, Ronald? Ja, daar heb je daar 2 uur de tijd voor. Nee, ik heb geen behoefte aan om zo lang in bed te liggen. Wat ga je doen zo meteen? Ik krijg zo 2 dames.